Gaat ie? Ja. Dicht. Volgende week. Geen begrijpen. Ja. En naadjes? Ja, en dan gaat het lief. Mannetjes. Hebben wij ontdekt? Koppeltjes maken. Alles weer opgesloten. Ja. Belletje worden. Gordijntje rijden. Silla heeft niet echt één werk. En ondertussen is het steeds beter. Shido. Deze mooie zoom. Kijk op. Oh. Goeie niet. Oh, nee, nee. Twee. Ja, mama. Nou, een hele goeie. Morgen. Ah, dat is goed, schatje. Nou, Daniel is naar de kapper toe. Volgens mij had hij de vlog al geopend, zei hij. Helaas konden ze geen beeldjes van de opening van Daniel vinden. Dus bij deze jongens, goedemorgen. Wij zijn de Bellinga's familievloggers. Kijk vandaag weer gezellig met ons mee. Maar wij gaan even lekker ontbijtje maken. Wat gaan we maken, Sil? Wenteltipjes. Lucilla mocht kiezen. En Lucilla zijn wenteltipjes. Ja, en ik ga mama helpen. Ja, Lucilla gaat helpen. Gaan we hier eerst de vier eitjes even doen. Ja, kan je dat klutsen? Nee, moet mama even doen. Mag ik? Zet Lucius even in zijn stoeltje. Gaan we meekijken. Mag ik samen? Samen? Ja. Even meekijken. Wat gaan we allemaal doen dan? Ga je erbij zitten? Ja. Ga je erbij zitten? Ga je gewoon zo tik en zo. Ja. Kijk. Moet je daar aan de kant? Ja. Zo. Laat het er maar even los. Eens even. Eén keertje doen. Tik. En dan open. Gaan we erin. En dan meteen weg. Zie. Komen er geen barsjes? Nee, er zitten geen barsjes in. Volgende. Eén keertje, nee, is één keer tik. Tik. En dan met die andere breek. Nee, niet voorzichtig, want nou breek je dus allemaal basjes erin. Zie je dat? Eén basje. Kijk. Dan moet je proberen de twee helften wel heel te laten. Dus niet te hard met je vinger knijpen. Probeer maar nog een keer. Nee, was het een heel klein basje. Maar deze doe ik hem nog voor, ja? Dus eerst dat je hier een lijntje krijgt dat hij gebroken hebt, moet je precies door het midden. Anders als je knijpt, zo gaan al die basjes erin. We proberen hem niet kapot te maken, alleen maar twee helften. Tik. Iets harder nog. Tik. En dan. Zie? Ik heb alleen maar twee helften nu. Ik maak ze dus verder rest niet kapot. Ja, doe maar. Ja. Ja. Nee, niet knijpen, niet knijpen. Echt gewoon. Nee. Ja. Oeh. Heel goed. Doe maar erin. Volgende keer gaat het beter. Ja, gelukkig geen basje. Nee, geen basjes. Heel goed. Ja, ga even je handen wassen. Nou, zo leer je dus een eitje openmaken. Kan jij hem even dicht doen? Ja. Doe maar weer dicht. Luxie doet de kraan weer dicht. Dat is schatje. Luxie die is erbij gekomen en Lucius die zit daar ook lekker te kijken, schatje. Nou, dan halen we oud brood uit de grote ding. Kijk, we hebben hier nog wat brood. Ja, we hebben nog melk er doorheen. En suiker er doorheen. Het hele pak? Nou, niet het hele pak, want volgens mij. Maar de doekjes erop. Ja, die was kapot gevallen. Ga je dit en dat doen? Ja, nee, nog niet. Eerst gaan we het mengsel maken. Ja. Maar in. Best wel wat, want we maken best wel wat van brood. Nu al dat ook. Dat is een lievelings eten met de tekens. Dat zit lekker, hè? Ja. Zo, dan gaan we suiker erin doen. Hoe suiker? Die? Moet ik in mijn handen? Nee. Oeh, dat is best veel suiker. Ja, ik maak hem even op, want dat is het laatste. Op de zee. Maar moet je ook nog suiker hebben? Ja, maar ik heb ook nog een potje. Nee, dan moet ik een potje. Ah. Dan doet mama een snifje zout. Niet te veel. Snifje zout. Snifje peper. Niet te veel. En dan kaneelpoeder. Ja, doe maar iets meer. Dat mag wel iets meer. Ja, heel goed. En nu gaan we rollen. Moet je de garde even pakken? Garde. De garde. Ja. De grote en de kleine. Allebei. Ik denk dat je meer dan een grote hebt. Maar dat jij de grote. Je mag de grote doen. Oké. Dan ga je beginnen. Als je begint met een garde, doe je eerst even zo. Dan ga je hem eerst even zo opknoppen. Ja. Ja? Probeer je er niet alles uit te halen. Moet je ook proberen. Je moet de eitjes, die dooiers moet je kapot kloppen. Dus zo.
Naar Luxie. Oké, naar Luxie. Oh, hij is even schoon. Ja, kom maar Luxie. Doe maar. Kom maar. Doe maar. Oké, nou Luxie wil niet. Maar... Heel goed. Ik ga naar de... Met zandpikken. Met zandpikken. Dan hebben we vuur, voorzichtig, want dat is heet. We hebben een pan en brand. We hebben een beetje ja, boter of olie, maakt je van uit. Boter of olie erin. Ik dan zo. Ja, goed. De spaatjes. Met de teefjes. Oh, mijn lievelings. Lekker, hè? Lunch of ontbijt. Dus vandaag is het een ontbijt. Ja. De vakantie ontbijt. Ja. En dan? Zal ik het eerst even voordoen? Ja. Jij mag blijven staan hoor. Mag blijven staan. Oh. Kijk. Dan doen we eerst. Pakken we een brood. Dan dopen we die erin. Helemaal naar beneden. Draaien hem even om. Helemaal naar beneden. Zo. En dan doe ik even een beetje zo. Dat hij uitgelekt kan worden. Op zijn eigen brood. Maar jij mag en dan? Hij spat nog niet, want hij is nog niet heet. Oh, jij mag dan in de pan. Ik moet ja? Jou opstropen. Ja, nou even opstropen. Zo. Ja. Eerst de ene kant helemaal naar beneden duwen. Nou, andersom. Ook zachtjes, anders maak je het brood kapot. Niet te nat. Ja, dan pak je hem heel zachtjes, anders maak je het kapot. Omdat het brood nat wordt, is het een soort spons. Kijk, zie je het? Ja. Dus je deed het iets te hard. Je moet het zachter doen. Ja, even loslaten. Dat gaat mama zo. Oké, ik doe het nog een keertje voor. Zachtjes erin. Het brood wordt dus nat, dus die wordt die poreus. En dan heel zachtjes zo ronddraaien dat hij niet nat wordt. Zie je dat? En dan leggen we hem erin. Dan gaan we nu eerst even deze doen. En mam, hoe maak je de beslag? Ja, dat gaan we zien. Moet er even eerst kijken. Klaar. Zwarte peper. En suiker. En dat vind jij mooi. Luan heeft een ring van de markt gehaald. Met opa en oma. En dat vindt hij heel mooi. Ja. Ik heb Bart aan Elsa. En jij had een Elsa Barbie. Hè? Een en Elsa pop. Aan Elsa Barbie. Ja, Anna en Elsa pop. Kan ik die van gebruiken om te eten? Jongens, eet smakelijk. Dat is lekker ontbijtje. Zo, ja, nog een hele goede morgen vanuit mij. Het is 7:15 a.m. En je ziet het al aan mijn haar. Wat ga ik doen? Aan de kapper. Mijn haar is veel te lang. En ik wil het eigenlijk mooi gesteld krijgen. Dat het eigenlijk altijd zo naturel ook zonder gel mooi in model valt. Dus Vara is volgens mij nog aan het wakker worden met de kids. Maar ik ga nu naar de kapper staan. Nou, maar kijk eens eventjes later. Klaar voor de première. Ik ben heel erg blij mee. Dus ik heb het nu zo laten knippen dat het een beetje nonchalant is. En ik smoor ze uit bed kan komen zonder gel. En het dan zo zit. Dus ik zeg super fijn. Jongens, kijk wat er gebeurt. Kijk wat er gebeurt. Zou hij het nog een keer doen? Hij heeft dit hele stuk afgelegd. Loop eens met deze stoel. Kijk, heeft hij zelf gepakt. Oh, ja, boem. Je moet die kant op, want hier heb ik een kleed. Hij heeft een loopwagentje, maar daar loopt hij niet mee. Maar met de stoel? Kijk dan. Goed zo. Zo, die kant op. Ja, daar gaat hij. Daar gaat hij. Niet met een loopwagentje, nee, nee. Eigenwijs met een stoel. Ja, goed zo, jongen. Hé, hey. Heel goed. Ja, je kunt niet over het kleed. Je kunt niet over het kleed. Hij doet het over het kleed, maar dat gaat niet. Je moet deze kant op. Kijk, ga maar die kant op lopen. Ja, dan kun je hier doorheen. Zie je dat? Moet maar hier doorheen. Ja, goed zo. Goed
Goed zo, hoop hobbeltje. Er zitten natuurlijk geen wieltjes onder. Goed zo. Kijk dan toch. Hé, hey, loop je helemaal? Dat gaat meneer hoor. Hoppa. Kijk, en hier heeft hij zijn loopwagentje staan. Zullen we eens kijken of hij nou wel deze pakt? Kijk eens, hier kan je ook aan lopen. Houd die maar vast. Ja, goed zo. Hé, hey, ja, die gaat nog makkelijker. Hier, houd die maar vast. Nee, hij wil hem niet. Hier, houd die maar vast. Kom maar. Wat een lekker eigenwijs mannetje. Kijk dan toch. Gewoon op zijn eigen houtje. Hij zag dus zelf gewoon die stoel staan. En hij denkt, hé, ik ga met die stoel spelen. En zo kwam hij erachter dat hij kon schuiven met de stoel. Ja, ja, dat is heel goed. Dat is heel goed. Doe maar. Hoppa, een beetje sturen. Oh. Ik kan die kant niet meer op. Stuur hem maar deze kant op. Ja, die kant op. Hoppa, ik ga ook niet meer. Ja. Nou, daar gaat hij weer hoor. Stappen. Stappen, stappen, stappen. Kijk dat. Heel goed. Die boekjes kan hij ook doen. Ja, goed. Ja, hij probeert die boekjes te doen, maar die stoel die stuurt natuurlijk niet mee. Nee, die stuurt niet mee. Hé, hey, wat knap, Kiefie. Ja, hier heb je een rechte baan. Ja, wil zelf doen. Ja, wil zelf doen. Ja, ga maar staan. Ja, zelf doen. Jeetje jongens. Niet te geloven. Ja, maar je moet wel weer deze kant op, want dan heb je een kleed. Ja, 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 ja. Goed zo. Hé, hey, heel goed hoor. Nou jongens, Lucius die kan lopen. Met een, niet met een loopkarretje, maar schuivend met een stoel. Hij is zo ondernemend, jongens. Echt niet te geloven. Zo op onderzoek uit. Ja, dat is je zus. Gaan we weer omdraaien? Ja. Doe maar weer. Doe maar weer. Ja, daar kan je weer. Ga maar weer staan. Nou, daar gaat hij weer. Dag. Dag. Kijk toch. Je voetjes. Boom. Daar kun je toch niet heen? Hier, deze kant. Kijk dan toch. Maar daar kan je niet heen lopen, jongen. Oh, wat gaan we doen? Kort. Ja, dat is niet te zien. Dat is niet aankomig. Boom. En nu? En nu? Dat wieletje is toch veel makkelijker, dat karretje? Zullen pak dat karretje eens. Dat is toch veel makkelijker, vent? Zie nou hoe dat doen. Nee. Kijk. Dat is makkelijk. Kijk eens, Lucius. Kijk eens bij die. Doe maar die. Ja, die gaat makkelijk. Ja, 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 ja. Deze is makkelijker. Dan kan je ook op de kleed. Doe maar. Lucius, zo. Ja, hij gaat ook. Oh, hij gaat spelen. Maar. Ga maar staan. Hier. Staan. Staan. Ja. Ja, goed zo. Ja, goed zo. Kijk. Hé. Goed. Goed zo. Oh, hij rijdt Elsa aan. Goed zo. Kijk, sorry hij. Kijk dan toch. Dit is toch veel beter, kerel. Hé, hey, zo kan je overal naartoe lopen. Hier is het voor bedoeld. Hier is het voor bedoeld. Oh. Mama, nog zijn gaan? Ja.
Want Lucy die is helemaal aan de band van haar pop. Ja. Oh, heb je een tentje gemaakt? En waar is jouw pop dan? Is hij in het eten. Oh, is hij in het eten? Ja, hier heeft ze de strijkplank. Lucy is helemaal aan het spelen met haar popjes hier. Zie? En met Barbie. En met de Barbies, ja. En Lucy is die met een stofzuiger in de gang. Nou jongens, lekker eventjes spelen in huis. Ja. Arbeidje. Ook geen arbeid. Liesjes. Hans? Autootje. Hans? Nee, geen auto. Ja, wat? Lieve jongen. Liesjes, wat doe je allemaal? Oh, portemonnee. Ja, oh. In de autobak. Oh, en een pakje weer. Ja, ja. En er weer in. Dicht, open, dicht. Wat heeft Lucina? Oh, dat is zonde. Wacht, ik wil dit. Eet nu wat, dit kan ook hè. Nu, dit kan ook hè. Oh. Haha, werkt niet. Alleen een balletje. Alleen een balletje. Goed, je bent veel te dicht bij de camera. Zo, en op de route kwam ik hier nog even langs de winkel, want ik heb gisteren de keulen bij het Fortuigrasje geëgaliseerd met nieuwe compostgrond. En daar moet ik even grasraad van halen. Dus busje parkeren en even kijken of ze nog hopelijk een grote zak met grasraad hebben. Zodat ik alle gele plekken en keulen kan inzaaien en alles weer hopelijk knispergroen wordt. Ik ben dus inmiddels buiten en daar is Jesse. Hey Jesse. Hallo. En ik zei al, ik moet dus planten hebben in de Fortuinpotten die mee kunnen gaan. En hij zegt, deze gaan volgend jaar voorjaar weer helemaal zo mooi bloesemen. En die blijven dus goed, hè? Dus die hoef ik niet zoals viooltjes grond aan de hand te vernieuwen. Nee, wintergroen. Dus, Nou, heb ik de Fortuinpotten weer gevuld. En dan nog een zak potgrond. En ik moet nog een zak graszaad hebben. Ja, binnen. Kijk, dit vind ik dus eigenlijk het mooiste, maar dit is maar voor één jaar. Nou, dan moet ik volgend voorjaar dan maar weer aan beginnen misschien. Nu maar zorgen dat we deze twee Fortuinpotten mooi gevuld hebben. En ze hopelijk 3 jaar goed blijven. 2x70 liter potgrond. Graszaad. En die balkjes. Dus dan kunnen we. Jesse, bedankt. Ja, en plezier ervan. Tot de volgende maar weer. Hè? En wie is daar weer thuis? Ja, bonjour. Papa, dit is je nieuwe koep. Zien jullie, van de Nederlandse kapsel. Ik heb het zo laten knippen dat ik eigenlijk 's morgens uit bed kom. En alleen dit hoeft te doen en het goed zit. Ik vind het heel mooi. Er hoeft geen gel in. Kijk. Heel netjes gedaan. Helemaal lekker zo trend. Ja, toppie. En ik heb er iets meegenomen voor jullie. Oh? Ja, kom maar even. Ik ben langs de bloemenwinkel gereden. Had hij weer een bloemetje? Ja. En heeft hij weer een bloemetje? Geregeld. Wat vast is. Oh, nu kun jij de hek open doen. Dat was een afspraak met haar. Oh. Kun jij de voorste hek en de andere die kolen pakken? Ja. Ja. De verzekeringsagent die komt om de glasruit inspecteren. Aha. Die kapot is gegaan met de filmopnames. Ja. Kijk, dit is gisteravond even gedaan. Ja. Ik heb hem geregaliseerd. Moet ja, hij liep hier vast. Omdat er kuilen waren, liep de robotmaaier liep vast op dat dus stuk. Dus moet ik hem openhaken. Ja. En dan een speciaal graszaad heb ik bij Jesse gekocht bij zijn winkel. Ja. En dan dat graszaad wordt hier hopelijk weer helemaal egaal groen. Aha. En weet je waar nou die gele plekken van komen? Nou? Hoesel en pipje plasjes. Oh. Ja, maar ga maar eens tegen de honden zeggen dat ze niet mogen plassen op de die plekjes in het grote gras. Ja. Dat zijn hondenplasjes. Oh. En ik heb hier universele potgrond mee. Ja. Met 2 wintervaste planten. Oh, ja, die zijn mooi. Deze blijven hopelijk 3 tot 4 jaar goed. Waar ga je die neerzetten dan? Eentje op deze hoek. Op die hoeken. Met de auto daarop. Oh ja. En eentje op die hoek. Ja, mooi. Ja, dat heb ik even gehaald, dus dat ga ik straks doen. Ja. Maar nu is even een afspraakje in. Ja. En dan weer tuinman spelen. Ja. Ondertussen gaan we alvast weer even de groentebak vullen. Yummy, yummy. Voor de konijntjes. En Lucy vindt het me altijd leuk om mee te kijken. Als de koelkast open gaat, dan weet hij niet hoe snel hij hierheen moet kruipen. Hm? Mochten jullie afvragen hoe het gaat? Ja. Nou, zie je daar met de aardbei, met een hele grote aardbei en die hebben ze je opgegeten. Hadden ze al een aardbei gezien? Een hele grote aardbei, die zie je. Had Lucilla die alweer opgegeten? Ja, dat is het lekkere van een eigen
fruit in de tuin. We hebben trouwens de groenten, planten, hebben we hier neergezet. Kijk, die geven we hier nou iedere dag water. De komkommertjes, de paprikaatjes en de munt en de tomaatjes, die staan daar. En de appels, ja, die gaan ook al wel bijna rijp worden volgens mij. De appels die groeien flink. Kijk, je ziet ze nou al goed zitten. Ze zijn alweer een stuk groter geworden. En hier ook alle peren. Maar goed, om even terug te komen op de konijnen. Hoe hebben we het nu gedaan? Hoe hebben we ze nu gesplitst? Er zitten nu, Kokkie en Peppy zitten nu met de twee meisjes. En de vier jongetjes, die zitten nu dus aan de overkant. Aan de andere kant van het scherm. Die zitten daar. Zodat ze, ja, omdat ze nu dus geslachtsrijp zijn, zitten ze aan de andere kant. Zo, nou kijk, we zijn nu in het eerste verblijf. Lucilla heeft hier Kiki. Dit is Kiki, een meisje. En hier hebben we Blackie. Blackie is ook een meisje. Hallo. En dan hebben we Kokkie. Ze laten maar even eten. Nou, ze gaan zelf eten. Nou, kijk. Dat is lekker. Ik bak ook even wat voor de mannetjes. Ja, en dan gaat Luan hier dus wat in die bak doen voor die andere. Die zitten aan de andere kant. Ja, vaak. Dus we hebben hier zeg maar de twee zusjes. Het zijn de twee zusjes van elkaar. En dit is de mama en de papa. En dat gaat voor nu gaat het gewoon prima samen. En de mannetjes, lekker hè. Kijk dan samen, dit is toch liefde dit. Samen een stukje witlof eten. Nou ja, of ze willen delen. En de baby's dan. Ja, en de baby's. En ze zijn al zo groot jongens. Moet kijken hoe groot ze al zijn. En ze zijn super tam, want je kan ze gewoon lekker aaien. Dat vinden ze helemaal prima. Ja, lieve. Nou, dan gaan we nou eens even laten zien waar de mannetjes er zitten. Dit zijn die mannetjes. De mannetjes hebben we hoog gedaan, zodat ze er niet overheen kunnen springen. Kokkie is ook een stoel mannetje hoor. Ja, Kokkie is ook een stoel mannetje. Waar zijn ze? Kijk dan. Daar zit, ach, Luan, kijk nou jongens. Dit is toch lief. Kijk dan hoe schattig. Nou, ze zeggen dat mannetjes alleen maar vechten met elkaar, maar... We zien hier alleen maar mannelijke liefde, eten. Jongens. Eten. Dit zijn dus onze vier mannetjes. En zo even de namen. Ik weet het nog niet heel goed, jongens. Ik Charlie. Charlie. En Ricky. Lucky en Minnie. Die twee lijken heel erg op elkaar. En deze twee lijken heel erg op elkaar. Minnie is bruin en Lucky is een beetje zwart. En waarom heet Minnie Minnie? Dat is misschien nog even... Hij was heel erg klein, heel erg... Minnie was de kleinste van de hele groep. Yeah. Minnie was de kleinste van het nest. Ja. Yeah. Kunnen jullie nog herinneren dat ik zei van toen ze net waren geboren... Oh, we moeten deze in de gaten houden, want deze is wel erg klein. Yeah. Nou, dat was dus Minnie. Maar Minnie is helemaal niet meer zo Minnie. Nee. Minnie is gewoon een groot, sterk mannetje geworden. We dachten ook in het begin dat het een meisje was, maar het is dus een jongetje. Maar die is hartstikke groot, maar daarom dat hij de naam Minnie al heeft gekregen... omdat eigenlijk de kinderen al vrij snel... namen hadden bedacht. Ook al zei mama van nog me niet doen, want je weet nog niet wat het is. Maar ze wilden toch echt namen hebben voor de konijntjes. Dus die heet eigenlijk al vanaf dat ze in het nestje lagen, heette die ook al Minnie. Vandaar dat die dus Minnie heet. Yes. En dit is dus Minnie. En Minnie heeft ook hele bijzondere ogen. Ik weet niet of we dat hier in het donker kunnen zien. Hey, Lucky. Ja, Lucky ook. Beter. Allebei hebben ze dat. Hoezo ook wat bijzonder. Ja, maar ik weet niet of je in het donker kunnen zien. Ze zijn, soms lijken ze een beetje blauwig. Dit is dus Minnie en dat is Lucky. Lucky is dus ook dat witte konijn, maar die heeft een zwart snoetje. Of ja. Een donker snoetje, zie je het? Minnie is een beetje bruin. Minnie is bruin. En Lucky is wat donkerder. Lucky is wat donkerder en die heeft ook wat donkerdere oren. Nou, dan hebben we deze twee, die lijken ook heel erg op elkaar. Dat is Charlie. Want die heeft niet zoveel zwarte stippen als Ricky. Die heeft meer wit ja, en Ricky... Die heeft meer zwart. Ja. En Ricky dacht Lucilla echt dat het een meisje was. Ja, maar is er geen jongen? Hij lijkt heel erg op een meisje, maar het is Ja, het is jongen. Echt een jongen. Dus ze had eerst Kiki. Ze noemde hem eerst Kiki. Nee, zij heette Kiki. Oh nee, Lily. Lily, sorry. Lily, ik kom nog wel eens in de war met alle namen. Ja. Jullie denk ik ook, maar goed. Nee, dit is dus Ricky. Ja. Dus Ricky. Charlie. Lucky. En Minnie. En dit zijn dus vier mannetjes. Ja. Nou jongens, misschien wel even goed om even jullie een beetje te updaten. Wat de plannen zijn met onze babykonijntjes. We hebben totaal, zoals jullie weten, 6 babykonijntjes gekregen. Ze zijn nu 10 weken. We zijn er dus sinds een paar dagen achter gekomen dat we 4 jongens hebben en 2 meisjes.
We hadden eigenlijk gehoopt dat het twee jongens, of drie jongens en drie meisjes waren geweest. Dan hadden we lekker makkelijk kunnen koppelen. Maar helaas, dat was hem dus niet. Dus we moeten even anders denken. We hebben voor nu de jongetjes gescheiden van de meisjes en van de vader. Omdat ze vanaf nu ook echt vruchtbaar zijn. En we niet willen dat ze gaan paren en dat soort dingen. Ook omdat ze broertjes en zusjes zijn. Dat is gewoon niet handig. Veel te jong. En we hoeven geen nog meer konijntjes. Dus de mannetjes zitten op dit moment hier. En, oh, dus Kokkie, denk ik. Kokkie kan hier wel overheen. De Kokkie, de vader, is gecastreerd, dus die kan geen baby's meer maken. Dus die zit met Peppy, de moeder, en de twee vrouwtjes aan die andere kant. Op het moment dat de mannetjes 4 maanden zijn, kunnen we ze laten castreren. En dan zijn ze ook niet meer vruchtbaar. Dus dat is, ze zijn nu 10 weken. Oh, kijk. Hij kan helemaal niks doen. Kom. Zo, hij ging er zo mee springen. Ja, even Kokkie maar even. Kokkie kan niks doen. Nee, jongen, ja, kerel. Kokkie wil ook even bij zijn andere kindjes kijken. Ja, ik wil hier ook even kijken. In ieder geval, de mannetjes willen we hem met 4 maanden laten castreren. En dan, als het allemaal goed gaat, hopen we dat we het hele groepje bij elkaar kunnen doen. Zodat we dit schot weer weg kunnen halen. En dat ze weer in harmonie, zoals ze voorheen ook deden, samen kunnen leven. Maar we weten, zoals uit ervaringen en jullie reacties en ook de mensen om ons heen en waar wij advies hebben gevraagd, dat dit niet altijd goed kan gaan, omdat de mannetjes in de meerderheid zijn en ze toch hun territorium willen en er zijn minder vrouwtjes, dus ja, ze vechten om de vrouwtjes. Mocht het nou niet goed gaan als we de hele groepje bij elkaar doen en het blijkt dat toch de mannetjes het niet lekker met de vrouwtjes gaat en dat ze toch een ruzie hebben, dan halen we ze uiteraard meteen weer uit elkaar. Als we dus de twee vrouwtjes koppelen aan twee mannetjes, hebben we dus weer twee koppeltjes en dan houden we dus twee mannetjes over. Die willen we eigenlijk ook bij elkaar proberen te zetten met z'n tweeën. Dus we zetten alle koppeltjes apart. Kokkie en Peppy die krijgen een koppeltje erbij. Dus er komen 4 konijnen samen te zitten. 2 koppels. 1 koppeltje komt hier te zitten. En we hebben nog een ander konijnenverblijf daar. Ga ik je dus zo meteen laten zien. En daar willen we dan ook een koppeltje neerzetten. Maar dan met de 2 mannetjes. En nou weet ik, er komen er vast reacties van. Oh, dat gaat nooit goed, 2 mannetjes samen. Ik heb even op internet opgezocht. Het kan goed gaan of het kan niet goed gaan. Dat ligt een beetje aan de konijnen. Ze zijn natuurlijk opgegroeid met elkaar, dus ze kennen elkaar. Dus we hopen dat 2 mannetjes ook goed kan gaan met elkaar. Mocht dat niet het geval zijn, dan gaan ze ruzien. Kunnen we altijd nog een koppeltje wisselen met een mannetje. Dan kijken welke mannetjes wel beter bij elkaar passen. En als we alle pogingen hebben geprobeerd om ze goed te kunnen koppelen, en mocht dat alsnog niet gaan, ja, dan moeten we helaas afscheid nemen van 2 mannetjes. Ook voor het welzijn van alle konijnen. Maar we gaan ons uiterste best doen, jongens, om ze toch allemaal gewoon hier bij ons in deze leuke konijnen, dit konijnenverblijf te houden. Nou denken jullie misschien, ja, maar waar ga je dan het andere verblijf maken? We zijn erachter gekomen, jongens, dat we nog een dierenverblijf hier hebben. Dit is misschien nog even leuk om te laten zien. Dit is een plattegrondje wat we hebben gemaakt. Het is dus de bedoeling dat er hier dan 2 komen, 4 en hier 2. En allebei de konijnenverblijven zijn ongeveer even groot en hebben een buitenverblijf. We gaan het even laten zien, jongens. Dit is dus konijnenverblijf nummer 1, zoals jullie hebben gezien. En hier kan dus 1 konijnenstelletje, jonge meisje, prima vertoeven. Met daar een uitgang naar het buitenverblijf. Dan is dit dus verblijf nummer 2 en deze is groter. Dus hier kunnen 2 koppeltjes konijnen blijven. Kokkie, Peppy en een van de babykonijnen koppeltjes. En die hebben dus hier ook een uitgang naar buiten. Maar waar is dan het volgende konijnenverblijf? Nou, dan gaan we hier dus uit. En dan lopen we hierheen. Zullen we eerst dat aan de buitenkant laten zien, Luxie? Ja. Oh, gezondheid, jongen. Kijk. Is ook zo dingetje wat je open en dit. Dit hebben wij ontdekt. Nog een schuifdingetje zat hier in de muur. En dan kunnen we ook hier een hekje zetten. Ja. Hier zo, want hier kom je uit bij het kastje, zeg maar. Dus hier zo'n hekje. Tot hier. En dan heb je hier ook een heel buitenverblijf voor konijntjes. En dan hier. Maar waar slapen de konijntjes dan, Luxie? Kijk. Hier. Dit is nu nog de opslag. Maar dit is natuurlijk ook een heel groot binnenverblijf nog voor de konijnen.
En dan kunnen ze daar dus naar buiten. Alleen ja, jullie zien het. Het is nu een grote zooi nog. Het was een super, super groot werk. Ja, dat wel. Want er liggen hier... Hier de hele dag over kunnen doen. Ja, hier ligt allemaal zand nog. En hier ligt nog een oude grasmaaier. En ik weet niet wat dit allemaal is. Hier liggen allemaal houtdakpannen. Van het dak liggen hier nog onder. En hier allemaal troep nog van de... Eigenlijk is dit nog van de vorige eigenaren, zeg maar. Maar die toen we dit huis kochten. Die hebben hier ook nog allemaal dakpannen en zo neergelegd. En weet ik niet allemaal. Dus dat zou betekenen dat mocht het allemaal niet goed gaan met na 4 maanden. En als we alles weer bij elkaar willen doen. Dat we toch moeten gaan koppelen. Dan hebben we hier nog een heel groot eventueel konijnenverblijf. Waar we dan ook nog een koppeltje neer kunnen zetten. In de hoop dat we dan alle koppeltjes helemaal gelukkig kunnen maken. Dus jongens, om even daarop terug te komen. Voor nu laten we het dus de komende 4 maanden zoals het is. We hopen dat het daarna ook goed gaat. En rond de 8 maanden kan het zijn dat de mannetjes in hun puberteit zeg maar toch gaan vechten met elkaar. En mocht dat het geval zijn, dan kunnen we ze uit elkaar halen. Dan kunnen we koppeltjes maken en kijken of we dan ook dit verblijf kunnen gaan klaarmaken voor de andere konijnen. Met ook nog eventueel een buitenverblijf. En ik heb toen net nog een super aardbeidjes gegeten. Groeien er alweer wat aan. Alles weer opgesnoept. En ik maar denken dat er helemaal geen aardbeien aan groeien. Maar iedere keer als er een aardbeidje groeit dan. Oef, snoept Lucella ze weer op. Nou jongens. Eigenlijk moet je een hele poos wachten. En als je super veel aardbeidjes hebt. Dan kun je ze dan plukken. Moet je ze pas eten. Ja, ach, dat maakt niet zoveel uit. Als je hier langs loopt en je ziet een aardbeidje hangen, mag je hem best plukken hoor. Dat is juist wel leuk. Nou jongens, ik hoop dat ik op deze konijnen-update van het verblijf en hoe we het gaan doen, of ik dat daar een beetje duidelijkheid over heb kunnen scheppen. Mochten jullie nog vragen hebben of juist met ons willen meedenken, of je spinsels hebben of leuke ideeën hebben, laat het vooral weten in de reacties wat ons kan helpen. Dan kunnen we dat natuurlijk altijd weer meenemen in de volgende overwegingen. Maar voor tot nu toe is dit een beetje het plan wat we hebben bedacht voor de konijntjes. Mama! Ja. Oh, is Peppy ook aan de andere kant? Peppy is er ook over gesprongen. Kijk dan. En kan Peppy ook hoog springen? Zullen we maar weer die plank erbij zetten? Ja, maar... Maar in principe maakt het niet uit voor... Ja, voor Peppy maakt het wel uit, want Peppy is een meisje en de jongetjes kunnen Peppy dekken. Dus we gaan Peppy echt weer terugzetten. En dan gaan we deze planken weer opzetten, zodat ze er niet overheen kunnen springen. En kunnen we Kokkie hier laten of doen die ook? Ja, nee, Kokkie doen we ook weer terug naar die kant. Nee. Ja, dan moeten ze nog wel een beetje aan wennen, want ze konden eerst hier iedere keer doorheen. En dan moeten ze nu even wennen dat ze dat nou niet meer kunnen. Nu zijn we weer in de buitenren van het konijnenverblijf. De hele lange, 12 meter lange buitenren. En hier gaan we even deze openzetten. En dit wisselen we iedere keer af. Dat nu Peppy en Kokkie en de 2 meisjes naar buiten mogen. Gisteren hebben de 4 jongetjes de hele dag hier buiten gelopen. Dus dat wisselen we gewoon met elkaar af. Maar eigenlijk willen we ook een scheiding hier even neerzetten. Niet helemaal vast, maar even voor gewoon even. Dat ze ook allemaal naar buiten kunnen tegelijkertijd, zeg maar. Want ze hebben in principe ruimte genoeg om hier te lopen. En dan hier ook een stuk om te lopen. Dus misschien kunnen we dat vandaag wel proberen, Luan. Dat we gaan kijken of we hier... Een stukje tussen kunnen zetten. Ja, dat ze allebei naar buiten kunnen. Want nu moeten ze om en om. Dan moeten we wel een keer even naar de wilkoop om een hek te kopen. Ja. Want we hebben geen hek meer. Heb ik geen hek meer? Nee. Binnen toch nog wel? Die zwarte. Het zwarte hek. Die hebben we hiervoor gebruikt. Oh. Zie je dat zwarte hekje, ja, man? Ja. Kijk, dit zwarte hek die hebben we al gebruikt. Ditte. Ja. Nee, deze. Dit is het zwarte hek. Ja. Hier nog we hebben nog van het kippengaas over, want ook ze kunnen paren door het hek heen. Dus je moet wel iets voor het hek paren zetten. Paren door het hek heen? Ja, er schijnt dat ze kunnen paren door het hek heen. Als het meisje met het kont zo gaat liggen, dan jongen. Ja, zag ik op internet. Van als je wil scheiden, moet je wel goed scheiden dat ze niet door het hek heen kunnen paren. Ja, konijnen weet je het nooit, jongens. Ben nou op alles voorbereid. Dat ze nu met z'n kontjes tegen het hek aangaan? Ja, weet ik veel. Dat stond op het internet. Lekker buiten spelen. Ja. Zullen we dan niet dat arm eruit halen? Ik denk niet dat we dat vandaag gaan doen. Ik denk dat we dat pas... Weet je wat ook hier zo een hek voor zitten, dat de jongens aan de kant hebben. Voor buiten, ja. Ja. En dat buitenverblijf, dat derde verblijf van de konijnen, dat gaan we pas maken als we erachter komen dat het echt niet gaat met de hele groep samen. Ja. Goed? Ja. Want we hopen nog steeds dat ze, als ze gecastreerd zijn... Ja, jullie lachen ons misschien nog wel uit. Want dat gaat jullie toch niet lukken. Maar we hopen nog steeds dat als ze gecastreerd zijn... dat ze gewoon weer met z'n allen samen kunnen zijn.
ik denk het wel hoor. Luan denkt het wel. Maar de meningen zijn hierover verdeeld. Kijk. Maar joh, laten we het gewoon afzien. Hetzelfde verhaal. Met Kokkie gaat het ook goed. Met Kokkie gaat het ook goed, die ja. Vecht ook niet. Oh, Kokkie nee. Vecht ook niet. Dus dat is ook wel zo. Dus maar misschien, omdat ze toch. We moeten ze wel aan elkaar laten zien iedere keer. Dat ze niet elkaar heel lang niet meer zien. Ja. Dus we moeten wel toch af en toe even. Ja, dat, misschien toch dat hek goed. Want dan kunnen ze elkaar wel zien. Als er een hek tussen staat. En dat ze wel buiten kunnen spelen met elkaar. Nou, hoe? Met maar dan hek toch een hek ertussen. Dan zien ze wel elkaar. Ja, maar ik wil ook één keer per dag even een momentje hebben dat ze bij elkaar kunnen. Want... Ja, dat kan ook. Kunnen we dat nu even doen? Ja, dat kan ook wel. Doe die andere maar even open. Ja, dan blijven we er even bij. Hallo jongens. Nou, Luan doet hem hier even open. Mogen ze eventjes lekker met elkaar spelen. Kom dan. Want dat zijn ze natuurlijk wel gewend. Kom aan. En we willen ook wel dat ze de band behouden. Kijk. Daar komen ze al. Ja. Lekker buiten spelen jongens. Ja, ga ik ze nu even zo. Ach, dat is Pip hè. Dat is een konijntje Pip. Ja, dan zit hij hier lekker in. Ja, ga je een sprongetje maken in de lucht? Dan is hij blij. Peppy heeft hier lekker een appeltje gevonden. En hier kunnen ze lekker met elkaar spelen. Oh mama, ze gaan ook weer ruiken naar elkaar. Ja, leuk hè? Ik zag ze aan de bubje ruiken. Nou, dat kan misschien wel een stelletje worden. Zie je dat? Ja, wie weet. Lucky en Blackie. Ja, Lucky en Blackie. Geen idee, dat gaan we allemaal zien. Zijn de jongens nu bij de meisjes? Ja, ze zitten nu even bij elkaar, zodat we even goed opletten hè, dat ze niet iets gaan doen. Niet dat ze een paardje gaan rijden. Niet, geen paardje rijden. Konijntje rijden. Maar dat ze wel eventjes elkaar blijven zien. Dat ze wel de band kunnen behouden. Kijk dan, zitten ze weer samen aan een appel. Oh, dit is ook een lief stel hè. Jullie zijn een lief stel. Heel romantisch. Heel romantisch. Ze noemen papa en mama ook altijd samen een appeltje eten. Wij moeten wel in die grote buisje steeds kijken. Dat er geen jongen en een meisje. Ja, mama, weet je wat ik ook een keer zag? Ja, dit is wel Lucky. Ja. Lucky was dat. Lucky sprong hierop. Ja. En die wou toen hier op sprong. En die zat zo met zijn pookjes hier. Oh, echt waar? Ik kan hem snel afgaan. Oh, moet je die maar snel weer dicht doen. Gedaan. Moet je dat maar even dicht doen weer. Lucky. Hm? Ik kijk nou, daar huppelen ze weer. Hé. Hey. Hallo. Hallo. Kiki en Mini moeten stelletje worden. Nou, dit is even aftasten. Ik denk wel dat ze even blij zijn dat ze elkaar zien. En mama. Hij ruikt volgens mij nu dat er wat aan de hand is. Zag je dat? Hoe bedoel je? Ja, hij is zo aan het ruiken, want ze worden nu rijp, hè? Geslachtsrijp. Dus we moeten even goed in de gaten blijven houden, we moeten, jongens. We weten twee stelletjes die we moeten doen. Blackie en Lucky. Ja. Kiki en Mini. Want Kiki ging achter Mini aanrennen. Ja, dat kan hoor. Maar Luxie. Ja, ach, Luxie staat daar met de prinsessenjurk. Hallo, liefie. Het is heel typerend, want wat mij nu dus opvalt, hè, is dat ze aan elkaar gaan ruiken. Ze zitten aan elkaars pilletjes te snuffelen. Zien jullie dat? Ja. Ja. Kijk, hier zijn ze heel lief lekker aan het eten. Dat is een jongetje. En hier zit een jongetje en een meisje samen. Dit is... Kiki en Mini. Kiki en Mini. Die zaten daar samen te snuffelen. De andere zitten hier. Zit er eentje. Dit is Ricky. Kijk, en hier hebben we Lucky. Ook een jongen. Lucky is ook een jongen. Ricky ook. En hier hebben we Blackie zitten. Maar leuk dat ze nou allemaal een naam hebben, hè? Ja. Dan kunnen we ze ook echt allemaal in de vlog ook met een naam noemen. Lucky, Mini, Kiki, Ricky, Blackie, Mini, Ricky, oké, Peppy en Charlie. Ja, dit houden we even in de gaten, jongens. Peppy en Charlie. Nee, kijk, ze gaan even iets doen. Even rustig laten. Ja. Hier is niks, dat is mijn naars. Ja. We gaan weer even rustig zitten. Oh, kijk dan. Ik vind dit wel heel typerend, Lucilla. Kijk dan. Maar dit is nou weer een ander, of niet? Oh, dit zijn twee jongens. Haha, ik denk dat is een meisje. Dat was weer een jongetje. Twee jongens bij elkaar. En dit is weer een meisje. En dat is ook weer een meisje. Hier hebben we weer de jongetjes. Ze lopen trouwens ook door deze buis heen. Heel grappig. Oh, ik zie dat hij kapot is. Even weer maken. Want hier lopen ze dus ook heel graag doorheen. En passen ze ook allemaal doorheen.
Dat is heel grappig. Cookie en Peppy. Nee, Cookie en Peppy passen er niet doorheen. Die buis is echt heel leuk en loopt ze ook echt doorheen. Alleen, ik zag in de reacties dat iemand zei, oh, dan moet je niet uitkijken dat ze niet blijven vastzitten. Maar dat scheelt, want al deze stukken kun je allemaal losmaken. Dus als iemand vastzit, kan ik ze gewoon losmaken. Maar tot nu toe glijden ze er heel makkelijk doorheen. Het is natuurlijk heel zacht, glijrig glijbaanspul. Ach, kijk dan. Ik zie hem al zitten, jongens. Ja. Cilla heeft nu Ricky vast. Ja, want eerst hoorde in een filmpje toen we alle namen gingen zeggen. Ja. En jongens en meisjes, toen heette hij niet Ricky, maar toen heette hij... Rini. Ja, Rini. Maar ik heb een andere naam gegeven, want vond ik die nog niet zo mooi. Die vond hij toch niet zo mooi, hè? Nee. Ja, dat hadden we Ricky toch maar gedaan, hè? Ja, Ricky is iets had ze mooi. Bedacht. Ja. Kokkie ja. Zat weer op die houten ding. Op die houten ding? Ja. Die houtstam. Kijk, Peppy, dit is echt Peppy haar plek. Hier ligt ze heel vaak. En dan gaat ze zo met die benen zo liggen. En dan ligt ze hier gewoon lekker te kijken naar al die konijnen die rond huppelen. In deze boomstronk vinden ze ook heel leuk. Die knagen ze ook allemaal aan. Dit is zo'n druivenstruik. Zeg maar hierboven. Die het overigens nog wel doet. Want kijk, hier heb je alweer een groene stang eraan. Die helemaal eroverheen groeit. Ik zag een keer Mini op die eekhoorn zo zitten. Oh, echt waar. Ja, dit is geen echte, hè, dames en heren. Dit is een neppert. Ja. Dat is een neppert. Gaat het nog allemaal goed daar? Ach, kijk, ik zag een vreugdesprong. Zagen het op de vlog, of niet? Ja, ik denk het wel. Ja, was heel schattig. Vreugdesprongetje. Ik heb al 3 konijnen gezien. Hey, ik denk dat we dit gewoon iedere ochtend, hè. Als we weer de konijntjes gaan voeren, dan heel even zo'n momentje. Ach, ja, weer. Ach, zo schattig. Ze springen allemaal van die huppelsprongetjes. Ze zijn blij dat ze elkaar nu weer zien, denk ik. Kijk, daar zit er eentje in. Ik weet niet waar die uitkomt. Ja, kijk, hier komt hij weer uit. Oh, gaat hij weer terug. Ben je daar weer in? Oh, daar een overheen. Hé, hey, heb je daar een lekker holletje gevonden? Ja, want zo maken ze ook konijnenholletjes in de grond, hè. Dus dit voelen ze, voelt wel vertrouwd. Maar komt hij er weer uit. En dit is eigenlijk voor op te bouwen. Ja. Ja, is eigenlijk voor riolering of een regenpijp of ja, zo. Riolering. Riolering. Luxie was lekker naar binnen gegaan met de prinsessenjurk. Ja, papa die is er nog met afspraak aan het praten. En Lucius die is alweer wakker van zijn slaapje. Die staat er weer achter zijn loopwagentje, jongen. Moet ik al lopen? Ja, hij gaat lopen. Je zult maar eens even papa laten zien, want dat had papa nog niet gezien, jongen. Nee. Moet je papa laten zien, hè? Hé, hey, Pipje. Pipje is braaf. Is braaf. En wie ligt hier weer op zijn troon? Dat is onze woezel, jongen. Dit is jouw plekje, hè, kerel. Ja, mooi overzicht houden. Hier ruikt konijntjes, hè. Hier ruikt konijntjes. Ja. Ondertussen weer terug in het konijnenverblijf. Luan heeft hier deze schoongemaakt. Als je dan nou een dier weer neerzet, dan hopen we dat ze daarin gaan poepen. Ja, dit was echt. Dat was de poepplek. En Lucilla heeft hier ook die poepplek schoongemaakt. En in de kruiwagen gedaan. En dan gaan we daar ook weer even een bak neerzetten. En de mannetjes hebben we weer even naar binnen toe gedaan. Die zitten hier. Daar zit er eentje. Daar. En ondertussen ook even het buitenverblijf. Alle keuteltjes opvegen. Zodat het hier ook weer lekker fris is. En weer vers water erbij. En kijk, is dit ook weer lekker schoon. Even een lekkere knuffeltje, hè. Dat is schattig. En daar liggen ze ook met z'n tweeën. Zie je dat? Ja. Ja, dit is het mannenverblijf nu. Nee, lief. Zo groot zijn ze al, hè. Oh, er komt er ook een achter jou langs lopen. Hé. Hey. Hallo. Hé. Hey. Kom je ook even kijken. Oh ja, wil je ook even snuffelen in de camera? Ja, je bent zo mooi. Je kunt steeds beter zien hoe mooi jullie zijn. Ja. Kijk eens, even een bordje vullen. We zeggen dat konijnen niet knuffelig zijn, maar... Nou, mini wel. Maar we hebben toch wel best wel knuffelkonijntjes. Ja. Kun je het huisje op erop zetten? Hoezo? Mama, deze. Och, een spin. Een hele grote spin. Ja, was de grote? Ja, dat zijn hooikuifjes. Mama! Ja?
Weet je dat de kippen, je weet wel, de kippen broodplekjes, dat ze daar eten. Ja. Ja. Dus ik doe daar hooi in. Ja, hooi. En dan eten ze daar en dan poepen ze daar ook. Maar ik zie hier niet veel poepjes liggen. Corona, de poepjes ook weer weggeraad. We hebben nu overal wc'tjes neergezet op de plekjes waar ze poepten. Dat was een tip van jullie, dus dankjewel voor jullie tip. En we hopen nou dat ze in dezelfde poepplekjes blijven poepen, maar dan in de wc'tjes. Dus voor ons wat makkelijker verschonen dan iedere keer met de kraanwagen erin. We hadden dus hier een poepplek, daar hebben we nu zo'n bak neergezet. Hier hadden we een poepplek, hebben we nou zo'n bak neergezet. En hier was een poepplek daar, hebben we nu ook een bak neergezet. Dat huisje daar leuk neergezet. Luan is even het hooi aan het aanvullen. Ja. En het waterbakje nog even verversen. En dan hebben we eigenlijk alles weer gedaan. En het is nu dus inderdaad 2 weken geleden dat we alles helemaal eruit hebben gehaald. Dus inclusief alles wat op de grond ligt helemaal schoon hebben gemaakt. En alles weer erin hebben gedaan. En ik moet zeggen dat het nog redelijk goed uitziet. En met de stank valt het ook reuze mee. Als je maar iedere keer gewoon goed die poepplekjes bijhoudt. En dan weer even een paar wat nieuw vers neerlegt. Want kijk, Luan heeft hier weer nieuw vers in neergelegd bij dit plekje. Dan is het best wel goed te doen. En dan kan dit nog wel weer eventjes zo. En ook dit hele verblijf weer netjes opgeruimd. Hier even weer alles netjes opgeruimd. En dan kunnen Kokkie en Peppy en de meisjes ook weer naar het binnenverblijf toe. Die hadden we even dicht gedaan. Hop. Kijk. Hier even in. Zo. Oh, Kokkie Peppy. Hallo. Hallo. En dan kunnen we deze weer open doen. Kijk eens jongens. Alles is weer schoon. Zo. Kunnen jullie ook weer naar binnen lopen. Goed. Ga maar kijken binnen. Dat is weer de bak waar ze de kutteltjes in kunnen doen. De hele ochtend weer lekker bezig geweest met de konijnenkooi. Konijnenverblijf. Alles een beetje weer ordenen en schoon te maken en te doen. En we hebben nou alles gedaan volgens mij, jongen. Ja. Nu gaan we nog even iets met de plantjes doen. Even kijken. Hier nog een water geven of zo. Opa heeft een nieuw kraantje. Opa heeft een nieuw kraantje erop gezet. Die was kapot. Zoals jullie wellicht in de vorige vlog hebben gezien. Luan heeft de gieter gevuld met water. En dit is een speciaal spul dat het sneller en beter gaat groeien. Ja. Een lopje erin. Het stinkt heel erg. Het ziet er ook een beetje vies uit. Bruin. Ja. Dat is 4 liter, dus er moeten er 4 dopjes in. Oeh, kijk dan. Oh, dit is raar. Ah, het is helemaal bruin. Het lijkt op koffie. En dan gaat het zo over die komkommer heen. Oké. Okay. Nou ja. Het is wel echt goed voor de plantjes. Tenminste, het staat erop. Dat ze daar goed van gaan groeien. Lijkt ze me op koffie. Ja, alsof je koffie over de plantje zit. Moet je het ook over de munt? Ja hoor. Oh, wordt de munt wel heel vies. Ja. Hij regent wel weer af. Want de munt ga je weer eten. Ja, het ruikt ook een beetje vies. Ja. Dan moet je maar even met de sproeier er langs sproeien, want dan worden de tegels helemaal bruin. Ja. Dan hebben we hier de sproeier. Ik wil dat doen, mama. Wil jij dat doen? Oké. Okay. Even de tegels een beetje poetsen weer. Goed zo. Nou, dan zijn we lekker bezig geweest, kinderen. Eerst lekker daar bij de stal bezig geweest. En nu lekker bij de plantjes. En dan gaan we zomaar eens even kijken of we wat kunnen eten. Want volgens mij zijn we al lang in de middag. Geen idee. Tijd vliegt als je druk bezig bent, jongens. We waren weer binnen beland. Ga ik nog even de waterbakken vullen. Super handige waterbakken zijn dit, jongens. Ik ga ze eerst even een beetje schoonmaken. Want ik zal het zo meteen laten zien hoe dat systeempje werkt. Kijk, we hebben dus 2 van deze grote waterbakken. En dan zou je denken, hoe vul je die dan? Want je zet ze namelijk op de kop neer. Maar dat heeft allemaal te maken met vacuüm en de luchtdruk. Boven zit hij dus dicht. Zit hij als vacuüm, zeg maar, dus die deksel. Moet je hem op de kop vullen. Even wachten tot hij helemaal vol zit. Kan er best wel veel in. Ik weet niet hoeveel liter. Dat staat er niet op, maar best wel veel. Natuurlijk wel handig als je zoveel konijnen hebt. Dan komt er iedere keer vers water in het bakje. Kijk, nou zit hij dus helemaal dicht. Helemaal vol. Heb ik hem helemaal gevuld op de kop. Dan pak ik een bakje. Dit is zo'n bakje. Dan zet ik die met het gleufje. Want je hebt de bovenkant heb je zo'n gleufje.
Kijk, daar komt het water uit. Dus dan zet ik die opening bij het opening van het bakje. Hier zet ik hem dan op. Zo. Druk ik hem aan. En dan. Woep. Woep. Kijk. Nou zie je hem al lopen. Nu loopt dus alleen dit kleine bakje vol met water. En iedere keer als de konijntjes hier uitdrinken, zie je weer zo'n luchtballetje, komt er weer vers water in dit bakje. Super handig, echt super handig. Dus ik had hier, die beviel er erg, dus ik had er nog eentje van besteld. Deze, die ga ik nu dus ook vullen. Dus voor de ene in het ene konijnenverblijf en de ander voor het andere in het konijnenverblijf binnen. En hebben ze buiten hebben ze ook nog gewoon waterbakjes. Maar dit is echt super handig. Wat doet de Silla nou? Wat doet de Silla nou? Nou, we gaan even een bammetje eten, jongens. Wat lusten jullie op de boterham? Doe maar hagelslag. Hagelslag. Nou, die heb ik hier al staan. Is Luxie de hele dag geweest? Speelkamer. Luxie heeft heel erg in de speelkamer gespeeld, zei ze, hè? Met de popjes en de prinsessenjurken. En met Lusjes en met papa, hè? Ja. Niet op de grond gooien, moes. Nee. Luxie is heel gek op het broodje met pindakaas. Pindakaas. Ja. Lekker broodje pindakaas. Nou, eet smakelijk. Luan heeft het al op. Wat gaan we doen? Luan, wat gaan we doen, jongen? TikTokje. Luan en mama die gaan kijken voor een leuk TikTokje. En de meisjes die willen lekker gaan knutselen aan de grote tafel. Nou, dat vind ik een goed idee voor deze middag. Nee, mama gaat even kijken wat we in de kast hebben voor lekkere knutseldingetjes. Ja, maar goed? Ik moet zelf iets bedenken. Dat kan. Ik heb allemaal knutseldingen dat je zelf wat kan bedenken. Nee, dan kunnen we de middag nog even lekker vullen met een beetje keuvelen in huis, jongens. En Daniel die is trouwens in de tuin. Voor die potgrond wat hij straks had gehaald. Oh, pak nog maar een broodje. Oh, ja? Nee? Ja? Nee, niet op de grond gooien. Mam. Ja. Dit kussen nog een keer op. Hoef je niet meer? Jawel. Oh, ik krijg hem weer terug. Als jullie trouwens denken van waarom zien we altijd van die potten op tafel staan. Ten eerste gebruiken we die gewoon voor door de yoghurt te doen. Maar kijk, ik gebruik hem ook heel vaak als standaard. Dus als ik wel eens zo wegdraai van ja, la la, en jullie denken, hey, wat staat daar nou? Dan was dat zeg maar de standaard waar jullie op stonden in de keuken. Zie je dat? Dat is een hele handige potten waar ik de camera precies op kan zetten. Maar. Nee, is genoeg? Maar. Ja. Nou was het. We hebben lekker geluncht. We gaan nu lekker aan de tafel spelen. Maar. Zie ik al een kusje een keer voor mij niet wat er moeilijk is? Nee, wat jij ook kan. Mama wel even helpen. Deze mooie zonnebloemen die hebben we hier op de tafel staan. Die hadden we van de week van de markt. En die zijn nog steeds super mooi. Ondertussen zitten de meisjes lekker aan de tafel. Alvast wat te knutselen. Ze gaan een beetje hun eigen fantasie gebruiken, zeiden ze. Ze willen iets maken wat ze zelf bedenken. Ze hebben zo'n knutseldoos met allerlei dingetjes in. Hartjes zitten erbij. Ja. Zit jij hier? Zit jij hier? Kijk mama, ik maak een boek. Oh. 1, 2, 3, 4. Leuk. Dat is een leuk idee. Ik maak zo'n kunstwerk. En jij maakt een kunstwerk van hartjes. Heel mooi, meisjes. Lekker knutselen. Ja. Ja, ik zie hem voorbij komen hoor. Ik zie hem voorbij komen. Kijk. Als jullie denken, waar is die toch de hele tijd? Oh, nou. Hier is hij dus. Ik heb daar een plekje ingezet in de voorte. Aha. En even extra spoeiertjes erop, dat is die gele plek. Ja, ik zie het. Maar die plekken zijn niet van plasjes hoor. Die is gewoon wat droog is. Ja. Die komt net die sproeien niet. Woe! Geen action cam, hè? Nou goed, ik ga weer snel naar binnen toe. Kijk, en wat hebben de meisjes gemaakt? Kijk. Ja, dat is toch wel goed bezig. Wat Luxie nu in het kleur heeft, die boek heb ik gemaakt. Luxie doe eens dicht. Kijk, wat leuk. Ik heb deze gemaakt. Ja? Ik heb die gemaakt.
Ik heb het prima aangepakt. Je kan er ook omheen kleuren. Hè? Leuk. En nu maak ik een boekje voor mezelf. Leuk, Sil. Heel mooi gedaan. Dat Liesje is Liesje lekker op grond te rollenbollen. There put to sea, and the name of the ship was the Billy O.T. The harder bowed it down below, my bully boys blow. So may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. The tonguing is done, we'll take our leave and go. Oh, nee, nee, nee. Drie keer raden wat deze meneer wil, jongens. Wat doe je dan? Oh, wat doe je nou met je handje? Oh, is dat lekker? Is dat lekker? Ja, ik voel het, schatje. Dat is lekker water. Dat is lekker water. Dat is lekker. Oh, nee, oh, nee, oh, nee, oh, nee, oh, nee, 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 nee. Je bent nog sneller dan wat mama denkt dat je bent. Nou ja, doe maar kerel. Doe maar dan. We gaan zo toch het zwembad in. Kijk dan jongens. Hij vindt dit badje altijd zo lekker. Zo'n klein spetterbadje. En dat maakt hem niks uit dat hij kleren aan heeft. Jongens. Lucius die zit er helemaal in. Kijk, en als ik even niet oplet, dan gebeurt er dit. Ah. Oh. Is hij koud? Gemiddeld. Oeh, ik moet even hier zo staan. Anders worden jullie nat. Nou word ik namelijk nat. Op mijn tenen. Oh jee, oh jee, oh jee, oh jee. Ja, blijf je erin staan? Ja, heel goed, heel goed. Heel goed, ja! Ik zie het te frisjes, hè, liefie? Nou, zullen we er maar, zullen we er maar in het zwembad gaan plonsen? Nou, kom, hop, het zwembad in. Nou, meisjes, tijd voor een bommetje. Ja. 1, 2, plons! Luxe ging al! Dat is lekker, hè? Oei, kijk eens, wie is daar? Wie is daar? Lucia! Kijk dan. Nou, mama komt er ook bij, goed? Dag! Ja, dan heb je een motortje, Lucius. Heb je een motortje? Is dat jouw motortje? Wat zei je? Jij bent het motortje van Lucius. Ja. Nou, jij nog een dikke plons laten zien? Nee, ik wat kan je? Dat. Oh, je wilt die vlootjes? Ja, ga ik die vlootjes erin leggen. Ik ga even kijken of de tuinman ook klaar is. Tuinman, kom je ook lekker een plonsje nemen? Ja? Je wilt er een ananas? Je wilt er een aardbei? Wie wilt er een smiley? Wie wilt er een pizza? Zijn er wie erbij? Ja jongens, ik klim hier gewoon op. Wie wil de flamingo? Mama! Hoppakee. Wie wil de zeemeerwin? Hoppakee. Nou, mama komt er ook bij, goed? Sta ik even op. Hoppakee. Moet je denken wat voor geluid op de achtergrond? Kijk jongens, hier zwemmen de kooikarpers ook lekker. Op de achtergrond. Zo! Daar is papa. Daar is papa. Oh. Hey jongens, wij spatten hier nog even lekker verder. Hopelijk vond je het weer een leuk kijkje vandaag in onze dag. Vond je nou een leuk gekocht? Weet je dat? Dat is een topmooi, hè? Ga zo.
want de tijd vliegt snel voorbij.